Hey mensen, Mark hier over Our Dynasty met vandaag een nieuwe video die je ziet Wicked League en het draait om Wicked League, maar het is eigenlijk niet echt wat centraal staat in deze video. Doe wel een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Oh, is het puur voor wat ik ga zeggen in deze video, want ik zou het enorm waarderen. Laten we het daarop zeggen, want zoals je weet, ik vlog nooit. Zal ik waarschijnlijk ook nooit gaan doen. Eigenlijk, ik vlog nooit. Dat is een belangrijk ding. Je kent mij niet echt namelijk. Heel veel mensen, je kunt ze half kennen doordat ze vloggen. Of je ziet wat ze doen door ze vloggen. Voor mij zie je alleen maar FIFA. That's about it. En wanneer ik wel stream, leg ik wel eens wat meer uit. Maar aangezien ik door Wicked League niet heel vaak stream, gebeurt dat ook niet echt vaak. Dus ik dacht, ik neem deze video even om wat uit te leggen over hoe ik werk. Waarom ik soms dingen zeg zoals ik ze zeg. Trouwens, dit is echt kut om tegen te krijgen. En waarom ik soms niet bij dingen aanwezig ben. Nou, wat trouwens belangrijk is om te weten is, je ziet het wel aan het eind van de video, ik heb ook die Pulisic unlocked. Maar ik heb de gameplay niet opgenomen, want ik werd er veel te chagrijnig van. Ik haalde hem in mijn vierde poging. En je ziet alleen mijn eerste 10 games van de Wicked League. Ik eindig in Gold 1. Ik choke volledig deze start. In ieder geval, nu we dat uit de weg hebben, sorry als je dat een spoiler vond, maar de Wicked League is even niet wat centraal staat in deze video. Wat je waarschijnlijk wel weet is, naast het aantal mensen dat er is, dat enorm waardeert wat ik doe en hoe ik het doe. En bedankt aan ieder die mij ooit heeft gekeken of blijft kijken. Het betekent meer voor me dan ik duidelijk kan maken. Ik zie wel eens comments bijvoorbeeld, waarvan, er was een recent eentje. Die zei, Mark, waarom maak je niet meer grappige video's zoals bijvoorbeeld Matty? Waarop ik commente omdat ik niet grappig ben. En op Twitter werd als opgevat als, waarom haal ik mezelf zo naar beneden door een van mijn oudere subs, Koos. Dat snap ik, maar het is naar mijn mening gewoon de realiteit. Ik weet dat ik niet grappig ben. Ik weet dat ik er niet uitzie als het zoveelste wonder van de wereld. Dat snap ik volledig. Dus wanneer er bijvoorbeeld wel een comment is van, waarom beweegt je mond zo raar als je praat of zo. Dat is kennelijk iets wat mensen opvalt wanneer ik een live video doe. Ik heb geen idee, maar ik ben me er volledig van bewust. Een ander iets wat soms wel eens opvalt, althans als je ons allen van de bankzitters volgt, dan valt het je misschien op, is ik ben wel eens niet aanwezig bij dingen. Denk bijvoorbeeld het zaalvoetbaltoernooi destijds, toen die voetbalvideo voor ING opgenomen werd met dat bubbelvoetbal onder andere. Ik denk dat dat nu 3 weken geleden is of zo. In ieder geval bij dat soort dingen ben ik er vaak niet bij en dan denk je waarom dat? Ik weet, ten eerste, ik kan voor geen reet voetballen. Ik weet dat absoluut, daar ben ik me volledig van bewust. En ik weet, zoals ik net aangaf, dat ik niet in de allerbeste vorm ben. Dat gezegd te hebben, ik heb aangegeven en voor mezelf besloten, ik ga geen voetbalvideo's doen, tot ik voor mezelf het gevoel heb dat ik weer in een fitte staat ben om in voetbalvideo's te verschijnen. Dan denk je, waar is dat voor nodig? Nou, ergens eind zomer vorig jaar of zo, toen deed ik samen met Koen en Jordan een voetbalvideo waarin ik al een tijdje niet was gesport, omdat ik toen geen tijd had gehad vanwege school. En uiteindelijk kwam ik in die video zag gewoon totaal niet fit uit. En toen heb ik besloten van, oké, ik ga niet meer in voetbalvideo's verschijnen tot ik tevreden ben met mijn eigen verschijning. Oké, aan mijn gezicht kan ik niet veel doen, maar hey, het is wat het is. Ik doe wat ik kan. Een ander iets is, ik heb geen zin om mezelf voor lul te zitten bij wat dan ook. En dat klinkt als een enorm stom iets in de ogen van velen van jullie. En ik hoop dat jullie mijn gedachtegang kunnen begrijpen. En als dat niet zo is, ja, dan hebben we een probleem. Want ik ga het toch proberen uit te leggen. Lang verhaal kort. Ik begon ooit op VWO, op gymnasium. Toen ging ik naar Atheneum. Toen bleef ik 2 keer achter elkaar zitten op Atheneum. Toen haalde ik mijn diploma uit de HAVO. Toen bleef ik op 1 punt niet zitten. Ik haalde mijn jaar niet van de studie die ik wilde doen. En nu zit ik in het 4e jaar van mijn studie in Rotterdam. Dat is enorm slecht geweest voor mijn ego. Want iedereen verwachtte destijds op de school waarop ik zat, Groenart Lyceum, voor degene die het boeit, dat ik nadat ik 1 keer wat blijf zitten het wel zou halen. Ik bedoel, ik was niet dom of zo. Ik ben echt niet achterlijk. Maar ik haalde het gewoon weer niet. En op dat moment keken er heel veel mensen, op het moment dat ik mijn laatste rapport op kwam halen dat jaar, keken er rond van, dude, hoe de fuck heb je dat niet gehaald? En die blikken van, hoe de fuck kan dat? Weet je, dat mensen je oordelen, dat bleef hangen bij mij. Dat is sindsdien altijd blijven hangen. Dus daarom ben ik er bijvoorbeeld heel vaak niet bij als de jongens uitgaan in Eindhoven. Want ik heb geen zin om, bij zo'n spreken, iemand aangekeken te worden. Wat de fuck ben jij aan het doen? Of hoe belachelijk ben jij? En ik weet dat dat dom klinkt, omdat je dan denkt van, ja, maar je bent daar toch met hem, met de bankzitters dan. Wat boeit het dan hoe bepaalde mensen dat zien? Ja, dat boeit mij gewoon wel. Ik wil gewoon het zo goed mogelijk doen in wat ik doe. En het naar mijn zin hebben. En het is makkelijk om te zeggen, trek je er niks van aan.
Want ik draai om interactie. En ik draai om presteren, naar mijn mening. Interactie in de zin van, ik reageer altijd op comments. Ik zie ze in ieder geval allemaal. En of ik reageer op mensen en ik vraag waarom ze me bijvoorbeeld niet mogen. Of ik bedank mensen voor hun comment. Maar ook als ik ergens ben, dan heb ik zoiets van, ja, weet je, ik ga proberen zo rustig of normaal mogelijk te doen. Want ik heb geen zin om idioot te doen. Want ik weet dat als ik doe zoals ik eerst was, voordat mijn ego echt een enorme deuk nam, dan, weet je, dan gaan mensen denken van, what the fuck doe je? Weet je, ik kom ook als minst, hoe is het, explosief is niet het woord hoor, minst extravert over, is het woord dat ik denk ik zoek, anders weet ik het even niet. En als je het woord extravert niet kent, dan hebben we hier ook een probleem. Maar ik ben gewoon altijd heel voorzichtig met wat ik doe en ik wil het graag zo goed mogelijk doen in wat ik doe. En dat brengt me bij het punt van waarom denken mensen dat Weekend League mij zoveel boeit. Doe het puur voor YouTube. De reden dat ik dit doe, althans dat ik Weekend League zo graag goed wil doen, is omdat ik vind dat jullie het beste verdienen. Dat zei ik laatst al en de reden dat ik dat duidelijk wil hebben is, als ik geen YouTube deed, dan zou Weekend League me een stuk minder kunnen schelen. Net zoals dat ik dat jullie aanraad, weet je, laat je niet kapot maken door Weekend League. Ik wil dit zo goed mogelijk doen. Ik weet, ik ben niet de beste YouTuber, besef ik me volledig. Ik doe niet de meest gekke edits in mijn video's. Sommige mensen vinden me daarom beter, sommige slechter dan anderen. Ik wil het gewoon goed doen. En naar mijn mening doe ik het nu gewoon niet goed. Naar mijn mening, nogmaals, bewijst dat zich uit in de ranks die ik haal. En de manier waarop ik mijn video's doe. En gewoon in zijn algemeenheid mijn record en dergelijke. Dan denk je, waarom boeit dat? Want er zijn zat mensen, YouTubers, die niet heel goed zijn in FIFA dit jaar. Dat klopt. Maar die compenseren het met andere dingen. Bijvoorbeeld Milo is gewoon grappig. Is gewoon een grappige gozer. Hetzelfde geldt voor anderen. Weet je, ik ken echt niet elke FIFA YouTuber. Maar het is meer van, ik weet dat ik niet grappig ben. Ik ben niet het negende wereldwonder qua looks of editing. Dus ik moet het hebben van, naar mijn mening, goede gameplay. Als ik dat niet heb, trouwens, hier word ik genaaid bij een 4-3 achterstand. Want door Speed Up Lag kan ik daar die bal niet controleren en 4-4 maken. Anyway, ik raak van mijn punt af. Ik wil het gewoon goed doen. En naar mijn mening, voor mij, is dat dit jaar gewoon goed presteren in de Weekend League. En als dat niet het geval is, ja, dan is het kut. Ja, dan dat is hoe het is, weet je. Je kunt er lang of kort over doen, maar dit is gewoon zuur. Het is lastig uit te leggen. In zijn volledigheid, maar het is gewoon van, de twee dingen waar het op neerkomt in deze video, en als je dit in zijn geheel afkijkt, waardeer ik je echt enorm. Dat betekent meer voor me dan je denkt waarschijnlijk. Maar het is zo van, dus de twee punten waar het om draait in deze video zijn, ik weet dat ik het goed moet doen. Ik moet het goed doen in elk opzicht. Qua studie, qua sporten en qua YouTube. En naar mijn mening doe ik het niet goed op elk van die drie gebieden. En ook op alles naast YouTube doe ik het niet goed. Dus ook gewoon sociaal leven en dergelijke. Maar dat is een ander iets. In ieder geval, ik ben gewoon niet meer qua persoon wat ik was 3 jaar geleden. Nou, pak het 4 jaar geleden onderhand. En dat is naar mijn mening een negatief iets. Ik heb geen lol meer in wat ik doe. Ik ben al in geen 7 jaar op zomervakantie geweest. Om de simpele reden dat ik 9 van de 10 keer gewoon, ik zie mezelf daar niet thuis horen. Ik heb daar niks te zoeken, naar mijn mening. Ik pas niet bij de mensen daar. En ja, het is lastig uit te leggen. Hè? Waarschijnlijk denken heel veel van jullie van, waar de fuck heb je het over? En als dit niet je type video is, dan waardeer ik dat enorm. En waarschijnlijk heb ik nog niet eens alles uit kunnen leggen zoals ik het uit wilde leggen. Maar het is op dit moment ook gewoon 30 plus graden. Ik heb een groot deel van mijn dag binnen gespendeerd, omdat ik het super belangrijk vond om die pulsies te unlocken. Zodat jullie iets konden zien waar je trots op kon zijn. Na 3 pogingen heb ik mijn Elgato uitgezet en op de 4e poging haalde ik het. Dus je ziet een nu in beeld verschijnen dat ik hem unlocked heb. Ik weet niet wat ik ermee ga doen. Misschien ga ik hem niet eens gebruiken. En dan denk je, waarom wil je dan zo graag Pulisic unlocken? Omdat het, ja, het is gewoon belangrijk voor mij om het zo goed mogelijk te doen. En daarbij hoort gewoon de best mogelijke prijzen halen. De dingen unlocken die je kunt unlocken. En ja, het is, je zult het begrijpen. Of je zult het niet begrijpen. Je zult van mening zijn dat ik gewoon mee moet doen aan bepaalde video's. Of dat ik er gewoon bij moet zijn. Maar ik heb gewoon een heel sterke mening op dat gebied. Die ga ik niet zomaar veranderen. En het is ook heel makkelijk om te zeggen, oh, stress niet zo een Weekend League, joh. Of maak je geen zorgen om wat anderen vinden van hoe je het doet. Is super makkelijk gezegd. En het is heel anders gedaan. Het is hoe het is. In ieder geval, dit is mijn laatste pot. Ik speelde hem overal best wel lekker. Maar na deze game stortte ik totaal in. Dus zo interessant is het eigenlijk niet.
Ik speel waarschijnlijk wel volgende week nog 4-3-2-1. Ik heb geen idee wie ik wil kopen. Ik heb geen idee wie ik moet kopen. Maar tijd zal het leren. Ik hoop dat jullie deze video af hebben gekeken. En ook enigszins begrijpen hoe ik in elkaar zit. En als dat zo is, dan waardeer ik dat enorm. 9-1 naar mijn eerste 10. Uiteindelijk 25-15. Ik zie jullie later. Ciao.